Bij het Nationaal Monument waren enige duizenden belangstellenden samengekomen om getuige te zijn van de korte plechtigheid. Naast de erewachten van de voormalige binnenlandse strijdkrachten en de federatie van oud-strijders was er dit jaar ook een detachement van de Koninklijke Engelse Marine, afkomstig van een Engelse oorlogsbodem die in de Amsterdamse haven ligt. Koningin Juliana en prins Bernhard legden als eersten hun krans. De kapel van de Koninklijke Luchtmacht speelde koraalmuziek. Daarna werd een krans gelegd namens alle nabestaanden door twee nabestaanden die onbekend wensten te blijven. Minister-president Den Uyl, minister De Gij Fortman van Binnenlandse Zaken en minister Vredeling van Defensie vertegenwoordigden de ministerraad. Het defilé langs het Nationaal Monument besloot de 30e Nationale Dodenherdenking.